We gaan meteen van start met de nabeschouwing. En ik stel voor dat we beginnen met onze bezoekende coach, Michel Perdom. Een hele goede avond. Ja, u werd meteen ontvangen door uw pupil, Yannick Ferreira. Hoe was het om hem hier terug te zien op staaien? Het is altijd plezant om vrienden terug te zien. Ja. Misschien een beetje minder plezant na de wedstrijd, maar voor was het wel plezant. Ja, ja. Hoe was het voor u deze wedstrijd? Heeft u er naar uitgekeken om terug van start te gaan? Ja, ik vind het een beetje vroeg voor ons misschien, omdat wij zijn maar één maand bezig. Maar het kalender is gemaakt en wij weten onze programma, dus je moet die wedstrijden spelen. Ja. En je moet proberen eruit, het best proberen eruit te halen. Ja. Hoe heeft u de match beleefd? Ik vind het een moeilijk begin van ons. Nochtans waren wij verwittigd. Ik denk dat Sint-Truiden veel agressiever was dan wij in het begin van de wedstrijd. Daarna zijn we in evenwicht gekomen, hebben we een doelpunt gescoord. Hadden we een tweede kunnen scoren, wat voor de beslissing had kunnen zorgen. Hetzelfde scenario in het begin van de tweede helft. We hebben de kans om 0-2 te maken, wij doen het niet. En dan, ja, als Sint-Truiden erin terugkomt op gelijkspel, je weet dat het kan op de twee kanten vallen. En ik denk dat twee ploegen hebben kansen gehad. De beslissing is op de kant van Sint-Truiden gevallen. Ja. Oké, we moeten dat accepteren. Dat het anders kunnen zijn, denk ik. Maar oké, zo is het. En we kunnen niks aan veranderen. U klinkt toch een beetje teleurgesteld. Ah, ja, je zal zeker niet blij zijn als je verliest. Nee. Zeker niet. Nee. Je had meer verwacht vandaag. Ik denk dat wij terug contact hebben genomen met de Belgische competitie. En dat wil zeggen eerst duels. Heel hard in de duel zijn. En heel sluw in de duel zijn. En dan pas kan je kunnen voetballen. Ja. Zonder dat kom je niet ver in de Belgische competitie. Nee. En hoe was het om hier op het kunstgras te spelen voor uw mannen? Ja, dat was goed. We hebben ook technische spelers. Maar die spelen misschien anders dan de spelers van Sint-Truiden. Ja, oké. Okay, goed, dan gaan we over naar Yannick Ferreira. Yannick, proficiat met deze eerste overwinning, 2-1. Was het waar je op gehoopt had? Natuurlijk. Als je aan een match start, wil je altijd winnen. Nu, het was vooral de boodschap naar de spelers toe was, we moeten vandaag geen spijt hebben na de match. We moeten gewoon alles geven. Als we met 0-3 verliezen, dan verliezen we met 0-3, maar we mogen niet doodgaan zonder iets te proberen. Mm-hmm. Dus we dachten, we gaan vanaf het begin agressief zijn en oog druk gaan zetten. En het is gelukt. We zijn gevaarlijk geweest in het begin van de match, denk ik. En dan was het natuurlijk iets moeilijker, want Brugge kwam terug in de match, scoren de eerste. En dan hebben we het geluk gehad dat we niet snel de tweede incasseren. En dat het publiek achter ons gebleven is. En dat maakt dat we er nog in geloofden. En na de rust zijn we rustig gebleven. We hebben de 0-2 kunnen vermijden. En dan op 1-1, zoals Michel net zei, kan alles gebeuren. Het kan langs alle kanten gaan. We hebben het geluk dat we scoren op een prachtige trap van het Mils van Junior. En op het einde was het vooral, bang afwachten. Heel lager gaan spelen met een man minder. En vooral hopen dat we de duels winnen vannacht en dat we niks meer weggeven. We hebben ook, dankzij Dutoit, is het niet 2-2 geworden. Hij gaat een prachtige bal halen in de winkelaak. Om een match te winnen moet je natuurlijk alles proberen, maar moet je ook een beetje geluk hebben. Vandaag hebben we hard gevecht en gevochten en we hebben het geluk langs onze kant gehad. Dus de jonge ploeg heeft zich laten gelden vandaag. Ja, we hebben met veel enthousiasme gespeeld en ik hoop dat die enthousiasme ook aanwezig zal zijn volgende week tegen Moes Kroen. Want tegen Brugge thuis gemotiveerd zijn is normaal en is gemakkelijk, zou ik zeggen. Maar nu gaan we dezelfde enthousiasme, dezelfde discipline en organisatie in elke match moeten tonen. Ja. Opgelucht nu dat de eerste match voorbij is, dat de kop eraf is? Nee, ik was gewoon heel... ik kon gewoon niet wachten dat het begon, maar ik was niet nerveus of gestresseerd of zo. Nee, dus, alles kon, niks moest. Hè? Ja.
Oké. Goed, beste Binkies en voetbalvrienden, tot hier onze officiële persconferentie, ook wat de televisie in alle zalen hier op Staaien betreft. We gaan meteen een party organiseren hier, want dankzij onze partner Jupiler mogen we maar liefst 10 vaten aansluiten. Die worden nu geopend, dus laat het jullie smakenmaker een groot feest van. We zien elkaar heel graag terug hier op 8 augustus tegen KV Oostende. Ook dan wordt het weer koekenbak waarschijnlijk hier in de hel van Staaien. Vergeet ook zeker niet die app te downloaden die jullie nu in premium al kunnen vinden op onze login wifi. Wij gaan hier ondertussen verder met de vragen van de journalisten. Dank jullie wel en graag tot volgende keer.